Ja, mensen, ik heb het uit. Mijn kerstcadeau. Mrs. Degas, roman van Arthur Japin. Het gaat over Edgar Degas, de beroemde Franse schilder die is blind geworden. En wanneer hij zijn huis uit moet, krijgt hij onverwachts hulp van een jonge vrouw. Het is een roman. En het is zo'n gaaf boek. Ik heb er intens van genoten. Dit is er. Dit is de grote, of de grote, de enige echte Mrs. Degas. En een beetje triestig, want het is een prachtig schilderijtje wat hij heeft gemaakt van haar. Haar naam is Estelle. Het is een nichtje van hem, die bij hem tijdelijk komt logeren. En ze maken kennis en de vonk slaat over, maar zij wordt langzaam blind. Net als hij langzaam blind wordt, alleen helemaal aan het einde van zijn leven. Dit is een portretje wat hij van haar maakte. Hij heeft vele portretten van haar geschilderd. Maar ik vind het is zo'n vet boek. Ik ken misschien wel de kunstenaar Degas. Ik ken hem van deze. Weet je? Deze mooie ballerina's. En vooral met pastelkrijt. Daar gebruik ik hem altijd voor als voorbeeld. En echt een meester met pastelkrijt. Mooie felle kleuren geschetst. Die beweging erin van die ballerina's. Ik bewonderde die kunstenaar al enorm. En gebruikte zijn techniek ook als voorbeeld en inspiratie in de les pastel. Naast nog een andere vrouw die in Venetië is geboren. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Even over het boek. Het boek. Het is een familiegeschiedenis. Het is een kunstenaarsboek. Het staat vol met wetenswaardigheden over kunstenaars, wat ik zo herken. Weet je wel, het feit dat je zo in een werk gezogen kunt worden en uren en uren daarin opgaat en in je hoofd allemaal die stemmetjes en die dialogen hebt van nee, dit is niet goed, dit is die kleur, hoe zit die schaduw, hoe moet dit, hoe kan. En dat dan iemand komt vragen, wil je ook iets eten? En die je dan aan kunt kijken alsof zo'n verwilderd mens zo van, hè, wat? Nee, ik hoef niks te eten. Gaat het goed? Ja, het gaat goed. Ben je blij? Ja, ik ben blij. Dat, hè, dat gedrag, dat onuitstaanbare gedrag als je moet samenleven met een kunstenaar. Maar goed, tip, vooral ruimte geven. Ruimte geven, eigen plek. Ander verhaal. Het is heel leuk geschreven. Dat herken ik heel erg. Van dat soort dingen staat het helemaal vol mee. Hoe hij een palet opbouwt en al dat soort gekke kwinkslagen. En wat hij precies doet en hoe hij soms bij toevalligheden ergens achterkomt en het oeverloos turen, herken ik ook zo. Dat je zit te kijken naar iemand zo al heel lang, omdat je denkt, oh, dat is gaaf, zeg. Die jas reflecteert zo mooi in die bril. Waarop die vrouw of man dan kijkt zo van, zit je mij nou aan te kijken? Of, nee, ja, nee, dat heeft hij ook echt superleuk. Het is in kunsthistorisch perspectief heel goed gedaan. Hij heeft echt de canon van de tijd, Arthur Japin, dikke pluim. De canon van de kunstgeschiedenis werd natuurlijk geschreven nadien. Dus in de tijd waarin mensen leefden, in de tijd van al die ismes in het 1900, Parijs rondom 1900, waarin al die stijlen ontstonden, weet je wel, het impressionisme, het expressionisme, het pointillisme, het orfisme, nou, noem het op. Al die tijden, het fauvisme. Toen die mensen daar leefden, zeiden ze natuurlijk niet van, oh, nou ja, je hoort echt in die tijd. Nee, naar de rand zijn die tijden pas gelabeld. Daar is een stickertje opgeplast. En toen zijn ze pas, samen met alle kunstenaars, meer mannen helaas opgeschreven dan vrouwen. Maar dat komt de laatste tijd allemaal goed. Die zijn pas gelabeld. En daar is die kanon van die kunstgeschiedenis vanuit ontstaan. Dus het is achteraf geschreven. Daarna weten wij ook dat hij valt bij de impressionisten. En het leuke vind ik ook dat hier staat dat zijn werk in te delen, in de begintijd in te delen in nooit verkocht, nooit af of nooit tentoongesteld. Maar dat boeide hem allemaal niks. Daar vond hij echt allemaal gedoe. Weet je, dat interesseert hem echt helemaal niks. Even kijken of ik het stukje kan vinden. Nou ja, goed, het is niet te lang. Maar goed, het gaat een liefdesverhaal. Dat vind ik leuker aan. Het is best triestig. De grote Degas heeft best wel een eenzaam leven gehad. Nooit is er een andere vrouw meer in zijn leven gekomen. Heeft hij er ook ruimte voor gelaten?
gemaakt en toegelaten, want hij wilde in eenzaamheid. Hij dacht, ja, anders kan ik me niet concentreren op mijn kunstenaarschap. Daar heb ik geen tijd, dan word ik afgeleid. Maar ja, liefde laat zich niet leiden. Dat overkomt je nou eenmaal. Dus dit is hem overkomen. En helaas wel heel vervelend. Zijn nichtje komt een tijdje bij hem logeren. De vlam staat over, maar hij heeft nog een jongere broer, René. En uiteindelijk trouwt ze met zijn jongere broer. Oh. Goed, daar moest hij natuurlijk wel even opkouwen. Daar zit een verdrietstuk aan. Is dat te zien in zijn werk? Ga maar eens kijken. Ik heb er een intens van genoten van dit boek. Ik heb al die werken, ik heb er een aantal in het echt gezien. In Parijs heb ik natuurlijk die mooie ballerina's in het Musée d'Orsay zelf gezien. Maar er staan er ook nog een aantal op het lijstje die ik nu weer heb ontdekt via dit boek. En het leuke is, die personages die beschreven worden, die ben weer anders naar die schilderijen gaan kijken. Ik ben op zoek gegaan naar die personages. Wie heeft hij dan geschilderd en waarom was dat dan? En waar stond dat huis dan? En wat voor een huis was dat dan? Ik voelde me een beetje zo de Jeroen Carbé op zoek naar Chagall. Pauline Delore op zoek naar Degas. Dus ik heb, mocht ik eens ooit komen in New Orleans, dan ga ik natuurlijk wel kijken. Dus ik heb wel een wensenlijstje. Het is een wensenlijstje, mensen. Als ik er nooit kom, dan heb ik ontzettend genoten van dit gave kerstcadeau. En weer een mooie nieuwe introductie voor de leskleur geschreven. Voor als de poorten van het atelier weer open mogen. En we komen in een tijd after corona. Dat een klein stukje voorlezen vond ik ook zo mooi. Hij heeft een portret gemaakt. Omdat Estelle natuurlijk ging uiteindelijk weer van hem weg. Na een tijdje gelogeerd te hebben ging weer van hem weg. En zij werd langzaam blind. En toen dacht hij van, nou, ik ga als aandenken nog een mooi portret van mezelf maken. Want de liefde was wel echt wederzijds. Zodat ze me kan herinneren zoals ze me het laatst heeft gezien. Zo legde hij zichzelf vast. In een houding waarin Estelle hem in dit leven voor de laatste maal had kunnen zien. En terwijl hij eraan werkte, was hij nog vast van plan geweest haar dit schilderij als aandenken te sturen. Maar toen het eenmaal klaar was, keek hij zichzelf zo droevig en gebroken aan, dat hij vond dat je een ander niet met zoiets kon opschepen. Zelfportret groetend, noteerde hij. Het was bedoeld geweest als groet aan haar. Maar wie een spiegelbeeld gedag zegt, neemt in feite afscheid van zichzelf. Het doek is altijd in zijn atelier blijven staan. Prominent als dagelijkse herinnering dat hij het zelf was geweest die haar had laten gaan. Hierna zou Edgar zichzelf niet nog eens portretteren. Toen Manet, andere grote impressionist. Lang daarna is vroeg waarom niet, antwoordde Degas oprecht verbaasd. Waarom zou ik? Het was toch een afsluiting? Er viel niks meer te zien. Ik was voorbij. Dus met het verlies van die liefde zegt hij altijd, zegt hij eigenlijk dat hij zelf voorbij was. Terwijl zijn grote roem en zo moest allemaal nog komen. Hè? Oh, gaaf boek. I love it. Erg van genoten. Uiteindelijk aan het einde staat er zo'n hele leuke, of leuke, mooie tijdlijn. Dus je kunt zien hoe het familiair in elkaar zit. Interessant weet je dat zijn moeder jong is gestorven en hij met voor zijn broers en zusjes als oudste zoon is moeten gaan zorgen. Dan denk je, oké, ik begrijp ook wel. De manier waarop hij zijn nichtjes weer in huis nam met zijn tante. De manier van zorgen, het plaatsmaken. Het gaat ook over een ruzie en een familieveten. Met zijn broer René. Natuurlijk omdat hij boos was in eerste instantie. Of niet in eerste instantie. Maar dat hij het heel vervelend vond. Dat hij natuurlijk zijn grote liefde had laten lopen. En niet dapper genoeg was geweest om daar een standpunt te nemen. Bovendien was het leeftijdsverschil groot. En de tijd van de gescheiden domeinen. Het was rondom 1900 mensen. Die Netflix-serie Bridgerton. Dat is een beetje die tijd waarin het is. Daarom vind ik het ook zo leuk. Het is heel grappig als ik dan zit te kijken met iemand. Ik heb hem gezien hoor, ik heb er erg van genoten. Maar ik zit dan te kijken naar de inrichting van die salons. En die,
dat die schilderijen helemaal tot boven aan getimmerd zijn. Dat ik dacht, ja, daar kan toch geen mens zien. Maar hoe gaaf is het dat ze daar allemaal kwamen en kwamen kijken. Natuurlijk dramatisch, de rol van die vrouwen. Als je alleen maar uit de gegoede kringen je in een korset moest huizen. Maar goed, allemaal andere verhalen. Wel super interessant. Hartstikke leuk. Ik voel me een beetje geluksvogel. Mooi boek, mooie serie. Lekker overal in kunnen duiken. Een beetje tijd vrij voor genomen. Ja, want het is natuurlijk wel... Oh, daar baak ik natuurlijk van onze stekker dat die musea nog steeds niet open kunnen. We zitten nog steeds in lockdown. Maar mensen, in lockdown kun je stappen in het verhaal van een ander. Ga lekker lezen. Ga lekker lezen. Ga je even wanen zo in de tijd dat je, dat je nog niet was geboren. In een tijd waarin andere normen en waarden golden. En daarna, wat het mij altijd oplevert, is dat ik weer... heel dankbaar ben voor alle mensen die voor mij zijn geweest. De lessen die ik mocht leren. En de kunstenaar die ik nu kan zijn. Met de technieken van nu. En we zitten weer in een crisis. En ik ben benieuwd wat voor antwoord wij als kunstenaars beroepsgroep weer gaan geven op deze tijd. Want creativiteit is een mens eigen. En als je de creator wordt van je leven. En regie neemt en dingen gaat creëren. Dan komt het goed. Dan komt het goed. En er is geen kunst. Er zijn alleen maar kunstenaars. En iedereen is in principe een kunstenaar. Oh, nog één weetje. Wil ik nog even met u delen. Vind ik leuk. Paul Durand Ruel was de eerste kunsthandelaar die schilders exclusief aan zich bond. Middels solo tentoonstellingen. Kijk, waarom is dat nu interessant? Dat is niet de eerste keer dat ik dit lees. Dat was met de beeldhouwer Rodin ook aan de hand. Pas toen de schilders in de Verenigde Staten goed verkochten, begon ook Frankrijk de impressionisten serieus te nemen. Ze mochten daarvoor niet in de salons exposeren. Nee, daardoor werd de salon de Refusé opgericht. Afijn, dat is allemaal kunstgeschiedenis. Die gaan wij 1500 werken aan ballet. Dat is ook nog een leuk beetje, hè? Vind ik. Dat kun je nog even meegeven zo op deze gezellige zonnige middag. In ieder geval. Ga maar gewoon lezen als je het leuk vindt. Het is een roman. Dus een beetje fictief, een beetje verzonnen, een beetje aangesmeerd, een beetje opgeleukt. Maar het gaat over liefde, het gaat over kunst. Een kleurrijk boekje in deze schrale tijd. Dat is toch precies wat we nodig hebben. Dat is precies wat ik nodig had. Top cadeau!